ben ik heel benieuwd. We hebben allebei een ouder verloren. Ja. Maar op een ander moment in de tijd. En het stervensproces van jouw moeder was veel langer. Ja. Mijn moeder is op 12 april kerst- en hersenbloeding. Op 27 april was ze dood. Hoe was dat ook als tienjarig meisje om dat mee te maken? Hoe heb je dat bewust meegemaakt? Of wist je, mama gaat dood? Was ze er op een dag niet meer? Nee, ik wist wel. Ze was natuurlijk heel lang ziek. Ze is anderhalf jaar ziek geweest. Ja. En wij gingen wel vaak naar het ziekenhuis ook. Ze lag in de VU hier in Amsterdam. En dat ziekenhuis, dat ken ik uit mijn hoofd. Althans, het is verbouwd, maar toen ken ik dat blind. En de artsen kennen ons natuurlijk ook. En ik heb nog een zusje van 5 jaar jonger, Barbara. Die was toen 5. Wow. Dus die wisten natuurlijk ook wel, er komt dat gezin weer met die man die zo hard zijn best doet. En die 2 kleine kinderen die het niet echt begrijpen. Nee. Maar ik herinner me die ziekenhuisbezoeken heel veel. Mama is ziek. Dat was wel, dat wist je wel. Maar wist je dat ziek gelijk stond aan dood? Nee, ze hebben dat ook niet ons meteen verteld. Pas echt toen het echt duidelijk was dat het echt niet meer lang ging duren. Toen heeft mijn moeder een gesprek met ons gehad. Met mij en mijn zusje. Apart. Ik kan me hier jammer genoeg weinig van herinneren. Apart bedoel je? Met jullie allebei afzonderlijk? Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus is met mij. Ik weet nog wel dat we op mijn bed zaten in mijn toenmalige kamer. En dat, ik weet niet meer zo goed wat ze heeft gezegd. Maar toen heeft ze echt afscheid genomen van het gaat. Of afscheid genomen, maar toen heeft ze verteld, ik ga dood en dat dit is wat er gaat gebeuren. Weet je nog hoe jij reageerde? Nee, weet ik niet meer. Ik weet ook niet meer precies wat ze heeft gezegd. Maar ik herinner me wel nog dat ze zei, en misschien krijgt papa ooit een nieuwe vrouw en dat is heel goed. Dat soort dingen herinner ik me. Ja. Ja. Oh, wat lief, wat mooi. Ja, en ze was daar ook heel, dat heeft ze altijd goed gedaan. Maar ze heeft heel veel monumenten voor ons gemaakt, zo noemen we dat. Ze heeft een Renate, haar beste vriendin dus, is schrijfster. Dus zij en mijn moeder heeft een boek willen maken voor ons, voor mij en mijn zusje, met alle dingen die ze ons nog wilde vertellen, maar niet meer kon. Dus toen heeft ze in het ziekenhuis heeft Renate haar geïnterviewd aan de hand van allemaal onderwerpen over liefde en over werk en over de ouders en over borsten krijgen en ongesteld zijn. Allemaal dat soort meisjesdingen ook. En dat heeft Renate een heel mooi boek van gemaakt. En dat boek heet De Stem van Je Hart. En dat is ons, daarin zit mijn moeders stem. Ja, dat is ons monument. En daarin, dat lees ik nog wel eens en dan hoor ik het weer. En daardoor heb ik haar wel nog. Hoor je moeder dan ook? Nee, ik ken haar stem niet meer. Maar ik hoor wel. Renate kan heel goed schrijven. Dus het is een hele goede vertaling van hoe ze daadwerkelijk sprak. Dus ze heeft wel bepaalde uitspraken. Of je legt er wel een soort van intonatie in. Maar dus mijn eigen herinneringen. Ja, zo lang geleden. Ik weet het niet meer zo goed. Ja, voor mij is het helemaal niet zo lang geleden. Maar ik merk dat herinneringen aan bepaalde dingen niet. De geur van mijn moeder verdwijnt niet. Nee, klopt. Maar wel hoe ze dingen, en sommige dingen, maniertjes van hoe ze iets zei of hoe ze reageert. Dat zie ik bijvoorbeeld in een nichtje van mij heel erg terug. Ja. Dat is mijn moeder. Maar toch gaat er ook veel gaat er ook verloren, best wel snel van de herinnering. Ja, maar ik vond het grootste, vond ik dat als je 10 bent, kijk dan, mijn vader die nam het over. Ik hoefde helemaal niet, ik hoefde geen rekeningen te betalen en ik hoefde niks te doen, zeg maar. Je moest naar school en je leven wordt voor je ingevuld. En toen ik 30 was, of ik was toen eigenlijk 29, toen Renate overleed, toen dacht ik opeens, wow, hoe. Ik wist gewoon amper hoe ik de deur uit moest komen. En ik weet dat jouw moeder overleden is tijdens de formatieperiode, toch? Ja, klopt, ja. Midden in de formatie. Ik begrijp gewoon niet. Ik begrijp gewoon niet hoe je dat hebt gedaan. Ik zelf eigenlijk ook niet. Nee, en zeker niet als het zo snel gaat. Als er niet een lang ziekbed aan vooraf gaat. Dat weet ik nog heel goed hoe dat ging. Ik was, het was 12 april, ook al die data. Ja. Het heeft 2 jaar geduurd voordat ik, de eerste 2 jaar heb ik bijna niks gevoeld van het verlies van mijn. Ja, het was heel raar. Ik was intens verdrietig toen ze overleed. En die eerste 2 jaar heb ik het toch een beetje weggestopt. En pas na 2 jaar kreeg ik rust. En toen in ieder geval toen mijn jongste zoon werd geboren. Mm. Die is in mei geboren. En in die periode daarvoor had ik vaderschapsverlof. Dus was ik thuis. Oh ja. En dat was voor het eerst dat ik niet knetterhard aan het werk was. Ja. En wat ik toen merkte was dat ik het hele ziekbed van mijn moeder, dat was zeer beperkt, maar allemaal me herinnerde. Dus het was 12 april dat ze ziek werd. En zo rond 10 uur kwam Diederik, mijn woordvoerder, dat ze werd een briefje binnengebracht door een bode. En die zei, Diederik staat buiten, ik moet iets privés met je bespreken. Spoed. En ik dacht, mijn kinderen. En dat kwam helemaal, daarna kwam dat terug. En die periode heb ik het helemaal herbeleefd. Ja. Maar toen ging je naar buiten, kreeg je dat briefje? Dat briefje, en toen, er is iets met je moeder. Dus ik kreeg dat briefje, ik ging naar buiten, Diederik stond. En die zei, je moeder is onwel geworden. En toen dacht ik, yes, niet mijn kinderen. Ja.
Dat was het allereerste. En toen bellen en toen... Ja, we weten niet wat er met je moeder is. Maar ze is naar het ziekenhuis gebracht. Ziet er niet goed uit. En toen wist ik, dit is niet goed. Dus toen wist je wel meteen. Ja, ik voelde gelijk, dit is niet goed. Ik weet niet wat het is, maar dit is niet... Een vrouw is 51, die gaat niet neer. Nee. En wordt afgevoerd. Dan is er iets serieus aan de hand. Dus ben ik gelijk in de auto gestapt. Of in een taxi gestapt. En heel snel naar Brabant gereden. En het was Tilburg of Berg op Zoom. Ik wist nog niet waar. En zo voor Rotterdam kreeg ik een telefoontje van... Ze gaat nu naar Tilburg. Toen kwam ik daar aan. En toen was ze net binnengebracht op de spoedeisende hulp. Ja, dat heb ik toen pas allemaal herbeleefd. Ja. Dus toen in die formatie zelf... Ja, je gaat gewoon door. Je moet. Ja. Maar er zat toch 3 weken tussen ongeveer, toch? Ja, dus de 27 april is ze overleden. In het ziekenhuis. En was je daarbij? Ja, ook dat kan ik me nog allemaal... kan ik me allemaal als de dag van gisteren herinneren. Dus dat het wel. Is ook niet zo lang geleden. Nee, het is niet zo lang geleden. Nee. Het voelt wel heel lang. Maar ik was bij bij Cor. En die ging ik net ophalen om naar het ziekenhuis te gaan. En toen werd hij gebeld. Zei ze, u moet komen, want het gaat heel slecht. En om 7 uur zouden we daar zijn. We hadden eigenlijk... Ik had daar bijna 3 weken hadden we daar permanent geslapen. Ja. Ook in het ziekenhuis waar we er geweest. En nu dachten we, het gaat eigenlijk wel beter. En de eerste nacht dat wij er niet waren... De eerste dag dat we even naar huis zijn gegaan, die woensdag... Toen ging het mis. Ja. Toen kwamen we terug en toen moesten we afscheid nemen. En toen moesten we de keuze maken voor orgaandonatie. En de familie uit het buitenland laten overkomen. En dat is heel raar. Dan heb je het gesprek over wanneer gaat mama dood. Dus gaan we haar om 12 uur laten doodgaan? Of om 9 uur? Nou, kan het dan nog een half uurtje later? Want mijn neef komt nog uit Zwitserland. Dat soort teksten kan mijn nichtje uit Burkina Faso nog overkomen. Ja. Want ze heeft euthanasie gepleegd. Het laatst plegen dus, begrijp ik. Nou, de stekkers werden eruit. Ja, ze was echt helemaal niet meer erbij. Ze was gelijk in coma. Dus ik heb het niet. Ik heb er niks meer mee. Ze heeft nog in mijn. Ik voel nog hoe ze in mijn duim knijpt. Dus ik heb dat nooit meer meegemaakt. Of ik heb het nooit meer gehoord. En ik heb hem wel. Ja, gewoon. Zo dat ze reageerde. Ja. Dus dat soort dingen. Dan bepaal je de tijd waarop je moeder doodgaat. Want ze was er niet meer. En wanneer de stekkers eruit werden getrokken. Hoe was dat? Een van de allermooiste momenten van mijn leven. Ja? Ja, omdat we waren met mijn hele familie. Dus ik heb een beetje een aparte familie. Dat wil zeggen, mijn neef is eigenlijk een soort van broer en mijn beste vriend. Maar die is altijd opgegroeid met mijn moeder. Mm-hmm. Dus dat was haar broertje. En mijn neef uit Zwitserland was er. En haar zus en mijn oma. En haar man. En we waren allemaal rondom het bed. En keihard aan het janken. En ons de beurt om de nek hangen. En gewoon heel hard huilen. Heel hard. Dat was een super, super mooi moment. Mijn nichtje die in Burkina zat voor de werk. Die was op de telefoon erbij, op de luidspreker. Ook aan het huilen. En bij de oor om nog wat laatste dingen te zeggen. Dat was super mooi. Ja. Het was echt een heel mooi afscheid. En heel verdrietig. En daarna, haar organen zijn gedoneerd. En dat is ook heel raar. Want je hebt daarna 5 minuten, zeg maar, om... Maar daar waren we goed op ingesteld en we echt heel goed begeleid. Maar je moet gewoon gelijk... Ze moet onder het mes. Is alles gedoneerd? Ook weer hard? Ja, maar we hebben gezegd dat alles mocht. Maar ik weet even niet meer wat er nou... Nee. Dat is raar, dat ben ik nu vergeten. Ik was toen heel trots toen ik hoorde wat het was. Maar volgens mij een paar dingen waren ook niet meer goed genoeg. Dat lijkt me zo'n mooie gedachte als iemands hart nog doorklopt. Ja, mij ook. Maar dat is niet gelukt, haar hart. Dat weet ik wel. Dus het mocht wel, maar dat was niet goed genoeg. En de lever ook. Nou ja, er waren... Ja, natuurlijk. Er zijn ingewikkelde medische dingen. Maar daarnaast stond bij jou dus een enorme... Die formatie die is nog steeds aan de gang. En je kon helemaal niet... 2 mei was de begrafenis. En het was net reces, dus ik was wel vrij toen. Dat was heel fijn, die laatste... Want we hadden een soort van stop van de formatie. En 2 mei was de begrafenis. En 3 mei was ik aan het onderhandelen. Ja, ongelooflijk. Ja, maar ik denk wel... Maar goed, dan moeten we snel terug ook naar Renate. Maar op een gegeven moment... Mijn moeder heeft altijd gezegd... Een mens krijgt nooit een beproeving in zijn leven die je niet aan kan. En de beproeving voor mij was en een formatie doen... terwijl mijn moeder doodging. En er was geen keuze. Ja, ik vind dus wel dat je een flink hebt gekregen dan. Ja, het was een flinke beproeving, maar er was geen keuze. Het was niet dat ik even kon zeggen, nou weet je wat. Het voelde niet alsof ik. Het voelde ook niet als een keuze die je had. Dus het was voor mij volstrekt normaal. Ik heb het daardoor wel, denk ik, 2 jaar niet verwerkt. Ik wou net zeggen, het klinkt wel alsof je inderdaad. Die keuze kan je inderdaad niet maken. Maar als het ook helemaal geen lucht krijgt, dan komt het ook niet. Dan komt het ook niet bij je. Nee. Dus als jullie dat ook hebben 2 jaar later pas, dan denk ik, dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Maar goed, dan ga je natuurlijk al heel snel een soort
psychologie van de koude grond. Nee, maar ik denk dat deze psychologie van de koude grond wel helemaal klopt. Want wat ik zeg, pas bij mij kwam het naar buiten. Ja. Toen ik vrij was, omdat mijn kleine werd geboren. Ja. En dat je thuis en toen ging ik het helemaal herhalen. Toen was het, weet je, 12 uur. Ja. Nu kreeg ik dat briefje. Oh, nu zat ik in de taxi. Oh, toen kwam ik aan. Toen lag ze daar. Ja. Toen werd de schedel opengemaakt. Toen al dat soort. En hoe vond je dat om te herhalen? Ja, was dat verdrietig of ook wel weer een soort troostrijk of zo? Vind ik een goede vraag. Het was gewoon als een fact of lie. Gewoon ja. Het was verdrietig. Het was confronterend. Ik denk dat het was. Ja. Niet per se troostrijk, niet per se geen tranen met tuiten, maar ik heb daarna ook niet meer. Ik heb eigenlijk sinds de begrafenis niet meer gehuild. Wat eigenlijk heel raar is, maar. Het was gewoon heel raar om mee te maken, maar ook heel mooi om het gewoon weer even. Ja, afscheid nemen is belangrijk. Ja. Dus het afscheid wat ik je net vertelde, maar ook wat terugkwam was dat ik op 1 mei, dat is mijn verjaardag, en op 2 mei is ze dus begraven. En we hebben mijn moeder, wilden we in de kist de kerk in dragen. Mm-hmm. En we dachten, ja, we hadden onwijs gezopen. Met mijn neven waren katje lam. En we waren bij haar thuis waar ze lag opgebaard. En we dachten, we moeten met die kist oefenen. Want dit gaat anders helemaal mis. En hoe dat gaat als je katje lam bent, dan krijg je de beste ideeën. Dus we hebben mijn nichtje in die kist gelegd met flessen cola om te oefenen. Oh nee. Dus we zijn door huis gaan lopen met mijn nichtje erin. En, wat een schitterende scène. Ook dat komt terug. En dat is super troostrijk.